Ja, Ronald, welche Produkte werden hier bei Oerlemans Plastics in Gießen gefertigt? Hoofdzakelijk zitten we in de automatenfolie voor de voedselverpakkingen. En we doen heel veel verpakkingen voor potgrond, voor de tuin, voor de tuinieren. Daarnaast doen we toch ook nog wel broodzakken. Een vlucht heeft toch ook wel genomen de webshop weg voor het internet shoppen. Welche Produkte setzt ihr denn hier am Standort auch von Inometa ein? We hebben op onze drukpers FNK hebben we een staaladapter op een formaat van 330 mm. En op onze nieuwe Miraflex drukmachine hebben we hydraulische en pneumatische adapters van de firma Inometa. Okay, und wann setzt ihr genau diese hydraulischen oder auch die pneumatischen Adapter ein? Hoofdzakelijk starten we altijd met de pneumatische adapters. We hebben van ieder formaat hebben we twee hydraulische adapters en die zetten we in op het moment dat we tegen problemen aanlopen. Okay, und genau, warum dann eben die hydraulischen? Die hydraulische lossen vooral de problemen op die zouden ontstaan zoals bouncing. In test is er ook wel gebleken tijdens de afname bij WNA dat je met de druksnelheid toch wel een flink eind omhoog kunt. Dus ja, je hebt meer output onderaan de streep. Okay. Du hattest eben gesagt, ihr setzt ja auch die pneumatischen Adapter ein, aber was ist denn der Vorteil der pneumatischen Adapter? De pneumatische adapters ze zijn goed te handelen. Zijn makkelijk te pakken. Er lijkt een soort van handgreep in te zitten, vooral in de wat grotere, wat zwaardere formaten. En ze garanderen toch ook wel een bepaalde druksnelheid. Dat merken we die durven jullie con-collega's niet af te geven. Een garantie op de snelheid. Okay. Wie is dat dan met de geschwindigheid? Wie ziet het daar uit? Welke geschwindigheden? We zijn momenteel heel erg afhankelijk van ons pakket. We drukken vrij zware folies waarvan de moederrollengtes niet al te groot zijn. Dus we zijn beperkt in snelheden. Oké, en wo is der Unterschied da auch zu unserem Wettbewerb, gerade bei den pneumatischen Adaptern? Ja, de handling vooral, de handling. En de oplossing die geboden wordt met de hydraulische adapters tegen het bouncing probleem aan. Okay, ja, in der Zukunft, wie sieht es da aus? Ihr wollt hier am Standort in 2, 3 Jahren, so habe ich die Informationen, wollt ihr eine neue Maschine, plant ihr eine neue Maschine? Wie sind da die Chancen, dass da wieder Inometa-Produkte eingesetzt werden? Momenteel zijn de ervaringen met Inometa zeer goed. Mensen zijn er tevreden over. Wat mij betreft, volgende machine weer uit te rusten met Inometa-adapters. Geen probleem.